Aranor zegt, hij is waardeloos in commentary. Ik ben het daar misschien wel mee eens, want hij zit op mijn snoertje. Ik ga even Hearthstone spelen, een beetje Arena match. Ondertussen ga ik jullie commentaar geven van deze match. Cherx Fox is kinda like cheating, man. Want Cherx Fox is best wel goed. En ja, weet je, is niet zijn main. Dus ja, pittig. De Aaron kind of looking desperate met die F-smash. Echt wel up smash en down smash, het hoort niet echt te werken, maar I guess, goeie rie. Oh. Ja, Aaron met die down smash, man. Ja, waarom kom je geen commentaar doen? Ja, joh. Nee, ja, waarom niet? Ja, vind het niet hype genoeg. Aaron met de sneakerbacker. Gekke wolf. Goeie duim hier naar de ledge. De upstairs van Cherk, goede DI van Aaron. Upthrow fair. Gets F-smashed. Jammer, ik denk dat Cherk daar wel de kill uit heeft kunnen confirmen. Even als met de backer was nog steeds kill. Mooi pratings. Aaron keeping pressure on track with the ledge dash. Wel jammer voor de game. Dames en heren, Aaronar gaat even updaten met hoe het staat. Ik ga even mijn Hearthstone beurt doen. Oh shit, ik word al pittig voor het color turn 1. Zo pittig. Aaron met een nice pressure. Kan dit converten naar iets nice. En wordt hij een shield gecatcht. Oh, jammer van die gemiste side B. Echt het zonde. Aaron moet het even pakken zonder zo'n stok te verliezen, was het goed. Slim dat hij daar even blijft liggen, jammer dat hij uit moet geraakt. Hij heeft met Shan Ya een down smash, dat doet hij hem. Good shit voor Aaron. Zijn wolf ziet er altijd de press uit. Oh shit, mijn Hearthstone Bird, man. Oh man. Ik zat al een minuut te wachten met mijn Hearthstone Bird. Ik had helemaal niet door de commentary. Ik ben ook Hearthstone aan het spelen, man, en commentary aan het leveren. Dus, I guess you could say I'm multitasking. Ik doe al lang over mijn Hearthstone beurt, want ik heb niet door dat ik aan de beurt ben. Ik speel tegen een Cthulhu Warlock. Oh, Cherk met de Sheik. Als Cherk het kan pakken zonder stok te droppen, dan ben ik benieuwd wat Aaron gaat. Het staat wel compleet even in stocks namelijk. Cherk ondertussen al de stok verloren. Wacht met 3 stok zo. Staat maar 1 stok achter. Dit is best doable voor Cherk, I would say.
En tegen de Falcon, zie ik de Falcon dus wel een oké match. Ik ben al, als iemand deze met een convincing lead pakt, is het wel voorbij. Wat zou ik zeggen? Dashtag, ik denk dat het short opnieuw was op het daar. Stond zijn veer voor Aaron nu. Dat, ik denk dat dit geen reset wordt. Ik denk dat we. Ik denk het wel mooi om om 4:15 zijn we lekker klaar met tourney. Oh shit, nigga, ik ben echt scheef. Geniet daar maar van. Ondertussen ben ik mijn potje Hearthstone. Ik sta wel achter op bord, man. Zo pittig. 3, 2, 1, go! Een mooie Rhino match aan het spelen, maar deze guy met Ktoon Warlock. Dus, oh, maar ik kan hem ziek rekken. Best wel juicy string hier. Even wat gaat hij doen. Maar Jerk still alive in this. Als hij hier het uit kan closen zonder zo'n stok te verliezen, dan kan hij wel zo uitklozen. Het is wel echt belangrijk dat hij nu niet nog een stok verliest. Dat zou wel detrimental naar zijn weg zijn. Dus we gaan het meemaken. Dus. Jammer genoeg zijn ze allemaal op. Een beetje bullshit. Het is wel een mooi toernooi.
Arnor, kun je even de stockout update? 4 tegen Dux. This could very well be the last game of the entire bracket, and yes, we will see if Cherk Lever can close it out in this grand finals first set of the bracket. Maybe this is the bracket reset, but I don't know for very sure. Jaap is giving me the weird look. I am René from yes. Hallo, hallo. Maybe you've heard of the show. Yes, I'm René. I will tell you this only once. Oh, I have to play Hearthstone now. Yes, I play Sylvanas and counter spells. Very nice Hearthstone turn. Yes. Go! Maar we gaan hier zien of Cherk's Valk wat echte ding is, want hij moet tegen Fox spelen. Ja, Aaron Fox, ik heb hem wel eens tegen gespeeld. Ik zo pittig voor Cherk, maar het is within the realm of possibility als hij niet aan een pittig iets dood gaat. Ik moet wel even al een paar clean stomps nodig. Voordat hij dat dood gaat. Zo lekker dat we in de orks staan, 20 tegen 2 HP. Cherk on the ropes. Oh, daar, ja, Cherk is dood. Ja, GG is to Aaron, wint zowel random All-Star als random All-Star. Gaan we naar huis?